Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, vrijdag 3 december. Zoals al aangekondigd zijn de maatregelen opnieuw aangepast. Na gesprekken gevoerd te hebben met de VSB, SATA en de horecasector, is de regering ertoe overgegaan de maatregelen aan te passen. We hebben vandaag gemeend om even bij elkaar te komen, zoals eerder afgesproken met de VSB. En dan ook hierbij denk ik dat horeca erbij is en toerisme sector. De minister geeft aan dat er duidelijk afspraken gemaakt zijn tijdens de besprekingen. Voor de horeca sector zijn er strengere maatregelen toegevoegd omdat gebleken is dat bij bepaalde delen uit de horeca de ondernemingen geen rekening hielden met de maatregelen en gewoon grote feesten organiseerden. Vandaar dat de minister genoodzaakt was de lockdown toen terug te draaien naar 9 uur. We nemen u mee naar de meeting met de horecasector, alwaar minister Reshma Kuldeep Singh de maatregelen doornam met de sector. Als we zo naar elkaar hebben geluisterd en als we het met elkaar over eens zijn dat er inderdaad fouten zijn gemaakt en uit die fouten hebben we nu geleerd. Dus we gaan akkoord om het weer open te gooien na 11 uur, maar dan zijn er echt die protocollen wat u hier ook heeft gezet. De protocollen die BOG heeft meegenomen op de website. We gaan vragen dat al uw leden die in het restaurant zijn of verantwoordelijk zijn, één van die protocollen bij zich heeft. Want bij handhaving gaan we vragen naar die protocollen. Heb je het of heb je het niet? Graag zouden wij ook willen zien wie zijn uw leden. Een lijst met al uw leden. Daarnaast wil ik u vragen om een oproep te doen naar alle leden van u en ook niet-leden van u. Als VSB, als horecasector, als toerisme sector. Die verantwoordelijkheid te nemen, die bekendmaking te nemen van luister, dit zijn die protocollen en als je je niet aanhoudt, hebben we punt 1. De controle van de handhavingsautoriteiten zal veel strenger zijn nu. De politie, de militaire, arbeidsinspectie, EZ zullen overal aanwezig zijn, zoveel als mogelijk. Waar we niet aanwezig zijn, hebben we sowieso, u ziet, we krijgen die beelden. En dat we achteraf ook nog boetes kunnen plaatsen. Bij de overtreding, de eerste overtreding is die boete 10.000 SRD. Bij die tweede overtreding is het categorie 3 SRD 25.000 SRD of hechtenis van de verantwoordelijke van het restaurant. Bij herhaaldelijke overtreding, derde overtreding, wordt de vergunning voor langere periode ingetrokken. En dan kan het van 3 tot 6 maanden zijn. Het is niet onaangenaam te zijn, maar wij hebben ook een stukje, als er van ons ook wordt verwacht een stukje verantwoordelijkheid, dan zijn die handhavingsprotocollen meegenomen. Nog een afspraak is, we willen opengooien, we willen evalueren, continu evalueren, wekelijkse evaluatie, dat gaat het team doen dat we gaan samenstellen. Maar dat we de 2 weken aankijken. Mochten bedrijven die ook in uw protocol, in uw lijst voorkomen, in de horecasector voorkomen of bedrijfsleven voorkomen of niet voorkomen, mocht dit wat de afgelopen weekend zich heeft afgespeeld, dat we na 2 weken en de besmettingen stijgen, dan zijn we genoodzaakt te sluiten, terug te gaan. En dan misschien zelfs na 7 uur, maar we gaan die massaspreiding niet aankunnen. Tijdens de wekelijkse COVID-19 persconferentie presenteerde de voorzitter van de stuurgroep communicatie, Dr. Sunita Nananpandey Gopi Singh, weer eens de cijfers. Ze starten met het goede nieuws en dat is de flinke dalingen die te merken is op de dashboard. Ook het reproductiegetal is flink gedaald en wel naar 0,77%. Ik heb goed nieuws en ik heb minder. We gaan even weer kijken naar wat cijfers. Dit is van het dashboard van de website van BOG. En dan zie je dus mooi het beloop. Bovenaan het reproductiegetal. Daar zaten we tot gisteren op 0,77. De volgende grafiek, staafdiagram,
zijn de gevallen, de nieuwe gevallen, de genezen gevallen en de overlijdens vanaf 22 november tot en met gisteren. Blauw is dus nieuw, groen is genezen, rood zijn de overlijdens. En dan ziet u onderin het blauwe lijntje, dat is dus het totaal aantal positief geteste gevallen vanaf maart 2020. En dat is dus wat getest is, 50.882. En het aantal genezen gevallen, 27.207. Gaan we snel verder. De afgelopen 30 dagen, dus van de maand november, hebben we aan nieuwe gevallen gehad. 1625, waarvan 91 genezen. Helaas overleden 71 patiënten. En het onderste grafiekje is dus een combinatie van nieuwe gevallen, genezen patiënten en ook overlijdens. En het oranje gestippelde deel, dat zijn dus de gemiddelde nieuwe gevallen per week. En u ziet aan dat oranje lijntje, maar ook aan die golfjes, dat er dus een dalende trend is. Het wordt steeds minder. En dat is dus eigenlijk de rode draad voor het goede nieuws. Dit is een hele mooie grafiek. De gemiddelde nieuwe cases over 7 dagen. Die balkjes stellen dus 7 dagen voor. En als u helemaal eens begin... Vandaag hebben we een groen puntje. Hij gaat er doorheen. Nee, ik krijg hem niet erop. Maar u ziet dus vanaf het begin, de eerste golf, vrij laag, toen schrokken we al, gevolgd door een tweede golf. De derde golf was bijna desastreus. En toen werden we verrast met de vierde golf, absoluut ongekend. En nu zitten we dus in die gele balk, gele balkjes, zitten dus echt mooi in die dalende lijn. En dat is dus wel het goede nieuws. Ook de cijfers voor de positieven in thuisisolatie is flink gedaald. Dat zei Bart van Lothuizen tijdens de persconferentie. In november waren er 1778 personen thuis in isolatie, 1361 zijn genezen en 6 overleden. In oktober waren er nog 6590 in thuisisolatie en waren 2815 thuis genezen en 49 overleden. Er wordt ook aanzienlijk minder gebeld met 178, van gemiddeld 1129 calls naar 296 per dag. Hierdoor is er meer tijd om andere werkzaamheden te verrichten. De volgende slide, dit laat de thuisisolatie zien. Wat ik hier heb gedaan is een vergelijk van de maanden oktober versus november. Blauw is oktober, oranje is november. En ook hier zien we eigenlijk een hele fors dalende trend. De eerste is het aantal mensen in de thuisisolatie. In oktober waren dat ruim 6500 mensen. En op dit moment zien we dat het ongeveer 1800 mensen zijn. Ook dit betekent een daling van 73%. De volgende grafiek laat zien het aantal mensen wat genezen is in de thuissituatie. In de maand oktober waren dat ongeveer 2900 mensen. En dat zijn nu 1360 mensen. Ook hier een daling van 51%. Dan hadden we helaas ook een aantal overlijdens in de thuissituatie. Dat was in de maand oktober 49 personen versus 6 personen in de maand november. Dan de hulplijn 178. Wat ik hier heb gedaan is gekeken naar de afgelopen 3 maanden. Een veelgehoorde klacht was dat 178 onvoldoende bereikbaar was. Wanneer we kijken naar september, dat zijn de blauwe grafieken, dan klopt dat ook. We hebben enorm veel telefoontjes gekregen. Dat waren ongeveer 1200 calls per dag. Als we kijken naar de grijze kolom, dat is de situatie waar we nu in zitten. Wat betreft november is het gereduceerd naar 296 calls. Daarmee kunnen we zeggen dat dat een afname is van echt meer dan 70%. Wat voorgaande sprekers aangaven, dit is ook even goed voor ons personeel, dat ze even op adem kunnen komen, dat we kunnen werken aan de werkprocessen, vakantiedagen kunnen opnemen enzovoort. Met de komst van het nieuwe variant Omicron wordt Suriname wekelijks op de hoogte gehouden met betrekking tot de ontwikkelingen van dit nieuwe variant.
Dat zei minister Amar Ramadien van Volksgezondheid tijdens een live opbelprogramma bij Trishul Radio en Televisie. Hij geeft aan dat het gaat om een variant of concern en ook waarom het gevaarlijk is voor de gemeenschap. Ja, nee, we zijn officieel als lidland van de WHO, van de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn we geïnformeerd. Wekelijks trouwens hebben we evaluaties, rapportages vanuit de WHO, de PAHO, naar hun lidlanden toe. En uiteraard hebben wij ook van de WHO begrepen dat er een variant is, variant of concern. En dat is niets anders dat er een variant is die ernstige redenen geeft tot bezorgdheid. Mm. En dat je daar rekening mee moet houden. En laat me even aangeven, die naam Omicron, het is een hoe noemen ze de Latijnse bespellingen van het alfabet. Mm. En je kent alfa, beta, gamma, delta. En zo hebben ze uiteindelijk gekozen ook voor een naam uit het alfabet. En zo is Omicron ontstaan. De naamgeving. Waarom is een variant of concern gevaarlijk voor die wereldgemeenschap? Het is een pandemie, iedereen weet, COVID-19. Een variant, en Omicron in dit geval, er is nog weinig informatie beschikbaar. Het is voor het eerst opgedoken, ontdekt in Zuid-Afrika, waarna gelijk gerapporteerd is naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Intussen zijn er ook nog een aantal andere landen waar dit variant is opgedoken. Zo net nog keek ik en in Amerika is vandaag de eerste opgedoken. In San Francisco, Brazilië heeft ook al een case, weliswaar allemaal in isolatie. Maar het is zo dat op het moment dat een variant ontdekt wordt, betekent niet dat daar het is gestart. Betekent dat er al mogelijk verspreiding heeft plaatsgevonden naar verschillende delen van de wereld. En daar is eigenlijk dus nu die ontwikkeling gaande. Nee. En daarom zegt de WHO ook van, er is wel een variant, maar we moeten niet in paniek raken. En dat moeten we zeker niet doen, omdat wij nog weinig weten. Wat nu al vaststaat, dat het lijkt erop, na analyse, uit de eerste rapportages, dat het virus besmettelijk, dit variant besmettelijker is dan de voorgaande varianten. Dus besmettelijker betekent dat je het makkelijker kan oplopen. Mensen kunnen het sneller overdragen naar een ander. En er zijn drie factoren. Besmettelijkheid. Tweede is het ziekteproces. Hoe ernstig kan een variant, hoe ernstig kan het ziekteproces zijn? Uit de voorlopige rapportages bleek dat Omicron mogelijk milder verloopt dan de voorgaande varianten, maar wel besmettelijker is. En het derde wat de Wereldgezondheidsorganisatie bezighoudt, en eigenlijk alle doktoren, is hoe effectief zullen de vaccins die tot nu toe zijn ontwikkeld en al toegediend aan zoveel mensen zijn tegen een variant, de nieuwe. En daar zijn nog heel veel onzekerheden. Dus daarom dat wij ook zeggen, we moeten rustig afwachten. Wij doen ook aan typering van een virus, dus typering van een variant. En dat doen wij niet hier in Suriname. In mijn bezoek in Nederland ben ik naar het RIVM geweest, waar we materiaal opsturen. Het zijn gespecialiseerde laboratoria, waar men heel veel onderzoek doet naar virussen. En ik ben getuige geweest van hoe een sequencing plaatsvindt. Dus eigenlijk hoe ze bepalen welk variant het is. En wij hebben een samenwerking. Door die samenwerking met Nederland hebben wij de mogelijkheid om ons materiaal, dus onze monsters die worden genomen, op een bepaalde tijdsinterval te sturen naar Nederland voor onderzoek. De maatregelen zijn duidelijk. Laten we van deze plek nogmaals een beroep doen, vooral op de horecasector, om de protocollen stipt na te leven. Ook op de samenleving wordt er een beroep gedaan dat die zich houdt aan de maatregelen gesteld door de overheid. Laten we een rustige decembermaand hebben. We gaan eruit en zijn er maandag weer met de andere aflevering van het COVID-19 Journaal. Tot dan!